24 Amerikaanse militairen hebben de klus geklaard. Ze hebben in opdracht van de Amerikaanse president Obama Osama gepakt. Maar het gaat hier niet om de gemiddelde Amerikaanse soldaat. De helden van de week behoren tot het SEAL Team 6, de elite van de elite. Ze hebben een loodzware fysieke en psychologische training achter de rug. Ze halen het sportieve niveau van topatleten en na 15 jaar zijn ze versleten. Koppen ging kijken naar onze elite, de interventieeenheid van het CGSU van de federale politie. CGSU staat voor Commissariaat-Generaal voor de Special Units, vroeger bekend als de groep Dian. Een reportage van Johan Gijsens en Gonda de Beulen. Wat de Navy SEALs in Pakistan gedaan hebben, ik vind het een mooie actie. Dus zeker en vast met veel voorbereiding, wat heel belangrijk is. En ze hebben dus geen verliezers van langs hun kant, dus in feite kun je dat een mooi geslaagde operatie noemen. Ik denk ook dat die mannen geen held zullen voelen. Ze zullen wel fier zijn op het werk dat ze geleverd hebben. En dat is bij ons ook zo. Ik denk dat die wel een feestje gebouwd hebben. Ik denk dat de feestje bouwen ook de manier van verwerken is. Oké, vandaag voor de oefening. Target zou gewapend zijn met een handvuurwapen en we zouden moeten binnengaan voor hem te arresteren. De speciale interventieeenheid van de federale politie telt 50 agenten. Na een van de zwaarste opleidingen worden ze ingeschakeld bij de bescherming van VIP's, gijzelingen, vliegtuigkapingen en bij arrestaties van gevaarlijke criminelen. De mensen die wij zoeken zijn mensen die stabiel zijn, die doorzettingsvermogen hebben en in ploeg kunnen werken. En vooral in crisisomstandigheden zeer koelbloedig blijven en buiten dat ook heel veel beschikbaar zijn. De extra opleiding duurt ongeveer een jaar. Als we geen operaties doen, dan zijn we bezig met trainen om ons zodanig te perfectioneren dat er geen fouten gemaakt worden. Falen is geen optie. Elke actie wordt dan ook grondig voorbereid. Ook Team 6 van de Navy SEALs, de elite-eenheid van de Amerikaanse marine, oefende eerst één maand in een exacte kopie van het huis van Bin Laden. We zeggen altijd, een goede voorbereiding is al de helft van het succes van de operatie. Als je geen tijd hebt om je voor te bereiden, dan moet je terugvallen op je routines die je hebt. Maar als je alles goed kunt voorbereiden, en we hebben dat al gedaan voor een bepaalde operatie dat we de locatie nagebouwd hebben, dan ben je des te beter voorbereid om alles tot een goed einde te brengen. Slechts 4 helikopters en 24 Navy SEALs waren nodig om Osama Bin Laden te doden. Deze eenheid werkt ook in flexibele groepen van maximum 20 man, die snel op bedreigingen kunnen reageren. Tot voor de actie zelf is dat nog allemaal rustig en ontspannen en wordt er zelfs nog grappen gemaakt. Maar op het ogenblik dat we zeggen, en nu gaan we eraan beginnen, dan is dat een gezonde stress die heerst en totaal gefocust op de job. Deftige debriefing gehouden en als het een grote mooie actie geweest is, wordt er ook al onze pintje gedronken. Voel je je soms een held? Nee. Denk je dat die Amerikanen zich helden voelen? Ik denk het niet. De Amerikaanse elite-eenheid die Osama te pakken kreeg, wordt nu op hun Facebookpagina bedolven onder de felicitaties. Maar ze blijven anoniem om veiligheidsredenen. Ook de Belgische politiemannen vertellen aan bijna niemand met wat ze precies bezig zijn. Je weet dat dat een deel van de job is van anoniem te blijven. Achteraf, als ik gepensioneerd ben of zo, dan kan ik aan mijn kleinkinderen vertellen wat de PP allemaal gedaan heeft. Maar nu wordt daar niet mee naar buiten gekomen. Uiteindelijk doen we het niet voor de publiciteit te staan en bij van de andere mensen grote felicitaties te krijgen. Uiteindelijk doen we omdat we een dienst willen bewijzen aan de samenleving en de medemens. En de voldoening die we daar halen is al meer dan voldoende.